Het schiereiland Marken. Ooit was het een echt eiland, maar sinds 1957 zit Marken door middel van een 2 kilometer lange dam weer vast aan het Noord-Hollandse vasteland. Ten westen van Marken ligt de Gouwzee, heel vroeger nog de Goudzee geheten, en aan de oostkant ligt het Markermeer. Dat ontstond toen in 1976 de Markermeerdijk gereed kwam en het Markermeer gescheiden raakte van het IJsselmeer. Van inpolderen is het gelukkig nooit meer gekomen. Honderden jaren was Marken een geïsoleerde gemeenschap en aan zijn eeuwen in relatieve afzondering dankt het zijn unieke karakter. Sommige bewoners kwamen hun leven lang niet van het eiland af. Sommigen hadden tot 1957 nog nooit een autobus of trein gezien, want die waren er niet op het eiland. De wegen waren te smal en de dijken te zwak voor auto's. Op Marken staan markante houten huizen, die vroeger op palen stonden tegen het hoge water, maar die van beneden zijn dichtgemaakt toen de afsluitdijk een einde aan de overstromingen maakte. Marken is opgebouwd uit diverse kleine buurtschappen. Gehuchtjes bestaand uit huizen, weiden en bleken, gelegen op verhoogde terpen ter bescherming tegen hoogwater. Deze buurtschappen worden werven genoemd. Marken heeft nog 8 van zulke werven, waarvan enkele samen de huidige dorpskern zijn gaan vormen. Vroeger waren er nog veel meer van deze werven, tot wel 27, maar vele zijn door de zee verzwolgen bij overstromingen of stormvloed. Straks zullen we een paar nog zeer fraaie, overgebleven exemplaren van dichterbij bekijken. Voor de komst van de afsluitdijk had Marken regelmatig te kampen met overstromingen. Gemiddeld 3 keer per jaar. De grootste en bekendste watersnood op Marken was die van 1916. Toen raakte het hele eiland overstroomd en verschillende buurtschappen verdwenen toen voor altijd in zee. 16 mensen verloren het leven en de materiële schade was enorm. De ramp van 1916 vormde de aanzet voor de aanleg van de afsluitdijk. De zee moest getemd worden. En de afsluitdijk bezorgde Marken droge voeten, maar ook werkloosheid. Vanaf 1932 kwam met de afsluitdijk een einde aan de visserij op Marken, dat tot dan toe een echt vissersdorp was dat van de visserij leefde. De zoute Zuiderzee werd langzaamaan een zoet IJsselmeer en veel vissoorten verdwenen. Met het verdwijnen van de zoute Zuiderzee verdween de visserij. En daarmee verwante bedrijven als rokerijen, mandenmakerijen, scheepswerven, zeilmakerijen moesten hun deuren sluiten. De haven wordt nu niet meer gebruikt voor visserij, maar is vooral een trekpleister voor waterrecreanten. Vanuit de haven varen veerboten op en neer naar Volendam en Monnikendam. Marken moet het tegenwoordig toch vooral van het toerisme hebben. Horeca, musea, watersport, souvenirwinkeltjes, klompenmakerijen, bootverhuur, dat zijn de zaken die de laatste decennia geld in het laadje brengen. En in het huisje van Weilenseitje Boes kun je nog zien hoe de markerhuisjes tot halverwege de vorige eeuw traditioneel waren ingericht. Hoe lang is het nou geleden dat die mensen nog sliepen? Die mevrouw is 20 jaar terug, 23 jaar terug vertellen. Die sliep altijd nog in de bed. Hier zijn we in de kerkbuurt. De eerste steen van de prachtige hervormde kerk van Marken werd gelegd in 1904. Binnen zijn scheepsmodellen te bezichtigen van kotters en botters die ooit de zee bevoeren. Gemaakt door onder andere de markers Jan en Pieter Uithuisje. De oude pastorie huisvest sinds 1972 een jongerenvereniging en heet nu De Zonnewijzer. Het voormalige gemeentehuis van Marken stamt uit 1967 en staat te koop. Sinds Marken begin 1991 opging in de gemeente Waterland, verloor het gemeentehuis zijn functie.
Het wil nog niet lukken een nieuwe eigenaar te vinden die het pand blijvend nieuw leven kan inblazen. De vuurtoren, het bekende witte paard van Marke, kwam door overstromingen en wegspoelen van land een stuk verder in zee te liggen dan oorspronkelijk. De toren met het vuurtorenwachtershuis geldt als een van de markantste bakens van de voormalige Zuiderzee. De eerste steen van het paaard van Marke werd op 20 juni 1839 door de toenmalige burgemeester van Karnebeek gelegd. En hier komen we bij de Rozenwerf, een van de fraaie buurtschappen van Marken. De palen in het water voor de dijk moeten de huizen 's winters beschermen tegen het kruiend ijs. De meeste huizen hier zijn rond 1900 gebouwd. Oorspronkelijk lag Rozenwerf niet zo dicht aan het water, maar in de loop van de tijd zijn delen van het eiland verzwolgen door het water en kwam het steeds dichter bij dit lieflijke buurtschap te staan. Verderop komen we nog langs Grote Werf en Witte Werf dat we daar in de verte zien liggen. Tot de dijk in 1957 gereed kwam, ging het gros van de eilandbevolking gekleed volgens de markenklederdracht. Kleurrijke pakjes bestaande uit diverse losse onderdelen die met spelden bij elkaar gehouden werden. De kledingstukken werden met de hand gemaakt door de markervrouwen en meisjes en eindeloos versierd met bandjes, lapjes en borduurwerk. Met de komst van de dijk en moderne invloeden verdween de klederdracht in ijl tempo uit de klaslokalen. Alleen de ouderen bleven het dragen. Tegenwoordig gaan de markers alleen nog in klederdracht als er een bijzonder feest is, zoals bijvoorbeeld op Koninginnedag. Ontdaan van het isolement, de visserij en klederdracht is Marken in de laatste halve eeuw veranderd in bijna een gewoon dorp met mensen die aan de wal naar school en hun werk gaan. En waar men net als elders in het land alle moderne verschijnselen tegenkomt. En ze hebben er ook gewoon internet en mobiele telefoons. Er komen tegenwoordig ook auto's op het eiland, maar toeristen mogen slechts tot op de parkeerplaats rijden. Alleen eilandbewoners mogen verder het eiland op met de auto. Dat het oorspronkelijke karakter van Marken voor toekomstige generaties bewaard moet blijven, daarover is iedereen het eens. En dat geschiedt op een strikt kunstmatige manier die veel geld en inperking vraagt. Er worden nog nauwelijks huizen bijgebouwd en wat er staat wordt zorgvuldig volgens de oude stijl gerenoveerd en in stand gehouden. Van binnen zijn de huizen natuurlijk volgens beide tijdse normen aangepast. Thank you.
blijft Marken een plek waar je als wasophangende huisvrouw of pijprokende hangouder een attractie blijft voor de toeristen. Acht bewoners zijn eraan gewend. Ze laten het stoïcijns over zich heen komen. Uiteindelijk weten ze zelf ook best dat ze een uniek stukje Holland vertegenwoordigen. En daarop mogen ze best een beetje trots zijn.